Ja. En daar moet ook eens een keer iemand uitleggen in een leuk mooi boek er is wel iets in het Engels op dat punt uh, het is een illusie om te denken dat je de democratie democratischer kunt maken uh, en uh, je moet hem eigenlijk niet democratischer maar je moet hem eigenlijk iets minder democratisch maken omdat hoe democratischer er wordt, hoe meer mensen ook de gelegenheid hebben en, en graag ontwik, eh, ont, verder ontwikkelen om overal ontevreden over te zijn. En dan werkt het niet meer. Nou moet ik zeggen, in Nederland zijn er allerlei dingen waar je inderdaad ontevreden over moet zijn. Maar even terugschakelen, ook bij deze verkiezingsoverwinning van eh, BBB. Ik mag niet meer zeggen de mevrouw van de BBB, ik moet nu zeggen Caroline van der Plas. Eh, Caroline... Ook Volgens mij heeft dat te maken met haar Engelse of Amerikaanse ja, moeder. Ja, heel terecht, allemaal. Hartstikke mooi. En weer begint dat hele circus te draaien van. We moeten beter naar de burgers luisteren, dat is het. Ja. Waarbij nooit iemand uitlegt hoe je in godsnaam naar alle Nederlandse burgers zou moeten gaan luisteren. Er is toch een verkiezing ervoor? Ja, de beste manier om naar Nederland te luisteren. is naar de parlementaire verkiezingen te kijken, omdat de ja. opkomst bij onze verkiezingen. Niet waar? Die was de, nou de afgelopen, afgelopen keer, geloof ik, 75%, maar de keer daarvoor 82%. Wat echt ook internationaal comparatief indrukwekkende cijfers zijn. Dus ja, veel beter kunt je het niet organiseren. Nee. Wat wil je dat, dat, dat de minister-president langs de deuren gaat? En Goedemiddag, op... ja, u ziet het wel, ik ben, ik ben de bekende <laughs> reisleider Rutte. Ik kom u eens vragen, wat vindt u al zo van de democratie? En bevalt dat straatje ook een beetje waar u woont. En eh, hoe is het met werk? Eh, loopt natuurlijk nog een klein beetje lekker? Eh, nou ja, nee, dat is onzin. Dat hele luisteren. Naar welke burgers ga je luisteren? Zou het wel heel goed kunnen, denk ik, in deze rol. Ja, dat zou het meestal kunnen. Voor dat je het weet, zit hij thuis, zit hij de hele middag te lullen bij een kop koffie. Dat geloof ik ook wel. Eh. Hoewel hij waarschijnlijk weer haast heeft. Ik dat haast. Eh, Nee, dat, dat naar de burgers luisteren, dat, dat hebben we ook toen na Pim Fortuyn eindeloos moeten aanhoren, die lulkoek. Zonder dat iemand ooit duidelijk heeft gemaakt hoe je dat dan moet doen.